Wat zit er allemaal in de doos van de ZMAP Active 10 Plus als je die aanschaft in de winkel? Nou, even kijken. Uiteraard de GPS zelf. Daarbij aan deze kant batterijen. Dus je kan hem meteen aanzetten en gebruiken. Gebruiksaanwijzing, een beknopte gebruiksaanwijzing. Dus een gedetailleerde gebruiksaanwijzing, dan haal je die van het internet af. Draagtasje om hem meteen mee te nemen. Een koordje. Een koordje kan je monteren en aan de tas en aan de GPS. En last but not least een USB-kabel om je wandelingen meteen van je GPS op de computer te zetten of van de computer af wandelingen te downloaden. De GPS is standaard voorzien van een wereldkaart met hoofdroutes. Regionale topografische kaarten koop je op een SD-kaartje. Informatie op SD-kaart is heel makkelijk in te voeren. Je maakt aan de zijkant de schuif open. Pak de SD-kaart. Klepje dicht tegen het vocht. En je krijgt 1 op 25.000 of 1 op 50.000 informatie op je beeldscherm. Het tasje wat in de doos zit als je de GPS koopt, dat is deze. Die kan je met het koord wat erbij zit meedragen. Het is een netje op om extra kaartjes mee te nemen. En als je wilt kan je hem ook aan je riem hangen. Wat ook mogelijk is, is om de GPS rechtstreeks te dragen met het koordje wat erbij is. Heb je meer ruimte of meer kaarten nodig of wil je ook extra batterij meenemen, dan is een wat grotere tas van toepassing. Spullen voorin, GPS bovenin en klaar. Naast de standaard meegeleverde batterijen kunt u optioneel ook een oplaadbare accu aanschaffen. Doordat de ZMAP Active 10 op beide werkt, heeft u urenlang plezier van uw apparaat, ook als de accu leeg raakt en u hem niet kunt opladen. Verwisselen van accu of batterij is heel eenvoudig. Je maakt het stekkertje los. Steekt een nieuw stekkertje erin. Batterijen leg je erin. Klik je vast. Je zet de deksel er weer op. En klaar. Een duidelijke handleiding vertelt precies hoe uw ZMAP Active 10 werkt. Maar eigenlijk is het gebruik zo eenvoudig dat u de handleiding nauwelijks nodig heeft. Met de standaard meegeleverde USB-kabel kunt u uw apparaat aansluiten op een computer. Zo kunt u routes downloaden of uploaden om te delen met andere GPS-gebruikers. Mocht je frontje beschadigd raken of mocht er vocht onderkomen, is het heel simpel los te maken. Even losklikken. Losklikken. Eraf. Pak een schoon frontje. Schuift het hier onderin vast. Twee klikken aan de zijkant. Klaar. Tot slot kunt u een fietssteun aanschaffen. Fietssteun monteren is heel eenvoudig. Je haalt de originele achterkant eraf. Je zet de achterkant erop die de fietssteun bijgeleverd heeft. Sluit hem aan op de fietssteun. Klik, inknijpen en los. De ZMAP Active 10 is verrassend compleet en door zijn robuuste bouw uitstekend geschikt voor allerlei buitensporten.